Het is een van de ergste dingen die je kan overkomen. Als vader, moeder, broer, zus, geliefde of vriend, als degene van wie je intens veel houdt, er van het een op het andere moment plotseling niet meer is. Als gevolg van geweld, als gevolg van een onbegrijpelijke daad. Als de deurbel gaat, er staan twee mensen op de stoep in uniform, het moment dat de grond onder je voeten wegzakt. Dat leed, onrecht dat nabestaan is aangedaan, motiveert mij iedere dag weer om op te komen voor de rechten van slachtoffers. Om ervoor te zorgen dat daders worden gestraft en geweld zoveel als mogelijk wordt voorkomen. Ieder jaar herdenken we alle slachtoffers die door geweld om het leven kwamen. Dat doen we ook vandaag. Het is een dag van troost, steun en herinneringen. Voorgaande jaren droegen nabestaande vrienden en vrijwilligers 7 linten door steeds weer een andere stad. Met erop de namen van de slachtoffers. Linten die helaas ieder jaar een stukje langer werden. Een duidelijk signaal tegen geweld. Een indrukwekkend gebaar om slachtoffers die zichtbaarheid te geven die ze verdienen. Dit jaar zegt er alles anders. Geen linten, geen stille tocht. De coronamaatregelen doorkruisen dat. Net als die arm om mijn schouder of die warme knuffel. Dat maakt een dag als vandaag misschien nog wel extra moeilijk. Het is goed dat nabestaanden van geweldslachtoffers elkaar vandaag toch weten te vinden via andere digitale wegen. Om er voor elkaar te zijn met een troostend woord, met een bemoedigende glimlach. Deze dag zijn mijn gedachten in ieder geval bij alle nabestaanden. Tegen hen zeg ik, hou moed. Ik hoop dat u ook troost vindt bij elkaar, ook in deze tijd. Laten we samen een signaal geven tegen geweld en er voor elkaar zijn. Heel veel sterkte.